De Alpine Stars GP Plus, V3, One Piece en Combi borduren voort op het succes van zijn voorganger. Met een opfrisbeurt is hij weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Alpine Stars GP Plus V3, beschikbaar bij Motorkleding Center. De Alpine Stars GP Plus V3 is volledig opgebouwd uit een combinatie van leer en een slijtvast stretchmateriaal. Het pak zit vol met perforatie, heeft geen thermovoering en geen waterdicht membraan, dus is puur alleen bedoeld voor zomers gebruik. Zoals je kan zien is het een zeer sportief pak, dus is prima te gebruiken op een sportmotor, supersport, maar eventueel ook voor een sportieve nakedbike. Als we gaan kijken naar de veiligheid van dit pak, dan weten we dus dat hij voornamelijk opgebouwd is uit een leren 1,3 mm bovien leermateriaal. Dit zorgt ervoor dat hij super slijtvast is, maar wel ook goed gaat vormen naar het lichaam. Voor de rest zien we nog stretchmaterialen. Dit is een slijtvast stretchmateriaal die ervoor zorgt dat daar dus ook voldoende veiligheid geboden wordt. Maar je hebt ook direct het voordeel dat het stretch is, dus dat het de bewegingsvrijheid ten goede komt. Als we verder gaan kijken naar de protectie van de jas, dan zien we dat er op de schouders, ellebogen, heupen en knieën allemaal impactprotectoren zijn geplaatst. Op de schouders zijn deze intern geplaatst, maar ook zien we aan de buitenkant nog een GP Light schouderprotector zitten. Dit is een protector, maar ook tevens een slider die ervoor zorgt dat je tijdens het glijden niet kan gaan, het asfalt kan gaan beter grijpen en dus kan gaan rollen. Op de elleboog zien we vervolgens de interne protectoren en op de heupen is dat op dezelfde manier geregeld. Op de knieën zijn ook knieprotectoren geplaatst en ook hier zien we weer boven de knie zelf een harde slider zitten die er ook weer voor zorgt dat de veiligheid daar verbeterd wordt. Daaronder zien we vervolgens nog een knee slider zitten en deze is voornamelijk voor als je goed de bocht doorgaat en op die manier het asfalt kan gaan aanvoelen, die dient niet specifiek als protectie. Als we dan doordraaien naar de achterkant, dan gaan we meteen door naar het comfort en dan zien we dat er aan de achterkant twee grote heupspanners gezet zijn die met een ritje opengezet kunnen worden. Mocht je dus wat meer ruimte bij de kuiten nodig hebben, dan is dat op die manier makkelijk te regelen. De broek is aan de binnenkant voorzien van een rits, waarmee je makkelijk open kan zetten, waardoor de in- en uitstap van de broek ook een stuk makkelijker wordt gemaakt. Op het moment dat je deze dicht rits, kan die makkelijk in de laarzen gestoken worden, zodat die daar ook voldoende afsluiting heeft. Vervolgens zien we rondom de kuiten en naar de binnenkant van de knieën weer het stretchmateriaal terug, die uiteraard de bewegingsvrijheid ten goede komt. Verder zien we rondom de kuiten en de binnenkant van de knieën ook weer de grote stretchmateriaalvlakken terug, die ervoor zorgen dat de bewegingsvrijheid daar ten goede komt en het pak niet gaan trekken. Als we vervolgens verder naar boven gaan, zien we op het achterwerk nog een foam patch zitten die het comfort verhoogt op het moment dat je op het zadel zit. En daarboven zien we een groot accordion stretch gedeelte. Dit accordion stretch zorgt ervoor dat als je in de rijdende positie zit, het pak niet kan gaan trekken en gewoon goed meebeweegt met de bewegingen die je dan wilt maken. In dit geval hebben we hier een tweedelige combi te pakken. Dit pak is ook volledig verkrijgbaar in een eendelige overal. Het grote verschil tussen de twee is dat het tweedelige aan elkaar geritst wordt door middel van een rits. En bij de One Piece is het zo dat het gewoon één geheel is en dat hij dus ook niet losgemaakt kan worden van elkaar. Als we verder gaan naar de bovenkant zien we de grote speedhump zitten. Die zorgt ervoor dat je daar ook voldoende veiligheid hebt, aangezien je dan niet kan gaan rollen, maar eerder blijft glijden en deze zorgt dat je stabiel blijft. Ook is die jas voorbereid tot een rugprotector en daarmee kan je eventueel de impactprotectie helemaal compleet maken. Aan weerszijden zien we nog twee kleine perforaties in het leer die de ventilatie verbeteren. En aan de schouders zien we weer de grote accordion stretchpanelen terug. Dit zorgt er allemaal voor dat jij voldoende bewegingsvrijheid hebt in het pak en dat die altijd fijn en comfortabel aanzit. Aan de bovenkant zien we een groot stretchpaneel terug. Dit ook weer om de bewegingsvrijheid ten goede te komen en het comfort ook alleen maar te verbeteren. Rondom de kraag is de jas nog afgewerkt met een neopreen laagje, zodat hij hier ook altijd gewoon comfortabel zit. Als we dan terugdraaien naar de voorkant, dan beginnen we aan de onderkant en zien we dat er boven de knieën ook weer de grote accordion stretchpanelen wederom terugkomen. Dit zorgt er uiteraard weer voor dat het pak daar voldoende ruimte heeft om te bewegen, zodat het comfortabel blijft en ook goed met je meebeweegt. Vervolgens zien we daarboven weer wat perforatie in het leer, puur voor de ventilatie en ook de grote stretchpanelen rond de binnenkant van de benen en rond het kruis, aangezien je daar ook voldoende bewegingsvrijheid wilt hebben. Als we dan gaan kijken naar de jas, zien we in eerste instantie twee grote steekzakken. Die worden afgesloten door middel van een rits. Hier kan je eventueel wat spullen in bewaren. Hou er bij deze wel rekening mee dat deze zakken niet waterdicht zijn, zodat je je telefoon en andere waardevolle spullen in een ander zakje opbergt.
Vervolgens zien we ook weer de grote perforatiedelen voor de ventilatie. En die komt ook weer terug aan de bovenkant van de jas. Rondom de mouw wordt de jas afgesloten door middel van een ritsje waarmee die makkelijk opengezet kan worden. Dit zorgt ervoor dat jij het pak ook makkelijk aan en uit kan trekken. Doe je het ritsje vervolgens weer dicht, kan je ervoor kiezen een lange sporthandschoen over de mouw heen te dragen. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen een korte sporthandschoen te gebruiken in combinatie met dit pak. Het pak wordt afgesloten door middel van een klittenbandje waarachter we een grote ritssluiting vinden. Vervolgens zien we hierachter dat de jas aan de binnenkant is gevoerd met een meshmateriaal. Deze meshliner zorgt ervoor dat het pak ten alle tijde comfortabel aan zit en ook niet kan gaan plakken op bijvoorbeeld de warmere dagen. Ook zien we aan de binnenkant nog een steekzakje zitten die afgesloten wordt door middel van een klittenbandsluiting. En hierboven zien we het waterproof compartment. Dit is een waterdichte zak en hier zou je dus bijvoorbeeld je telefoon wel gewoon veilig op kunnen bergen. Tevens is dit pak ook nog up te graden door middel van borstprotectoren. Die zijn optioneel en worden niet standaard meegeleverd. Sander is 1,86 meter, weegt zo'n 72 kilo en draagt van de Alpistars GP Plus V3 in maat 52. Zoals we kunnen zien sluit hij op zich netjes aan, maar heeft hij op hier en daar nog wel wat ruimte over. Houd er met leren altijd rekening mee dat een pak echt goed strak aan mag sluiten. Dus Sander zouden we ook aanraden een maatje kleiner te pakken. Leer gaat namelijk nog vormen na verloop van tijd, dus het mag bij aankoop echt wel goed strak aanzitten. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ben jij nou benieuwd welke maat van dit product voor jou het beste is? Klik dan op de video hier links. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan ook niet op de subscribe button te klikken. Ik zie je graag terug in een van onze winkels of op onze webshop. Ik ben Oscar en bedankt voor het kijken.